Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Vandaag bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Voorschoten. Vorig jaar was die er niet vanwege de bezuinigingen, maar dit jaar weer wel. We staan in het gemeentehuis en we gaan even kijken wat 2019 gaat brengen in Voorschoten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. R-U-D-O. Zo, te laat. Nu al te laat, hè? Het jaar is nog maar nauwelijks begonnen. Er staat echt een rij. Ik zie het, man. We hadden eerder binnen moeten zijn. Ja, Adriaan, de beste wensen. Ja, jij ook. Even jullie officieel. Ook. Jullie ook. Jou ook. Ja, ik ga je gewoon zo even de beste wensen geven. Ja, maar... Op een mooi nieuwjaar. Zeker. Hoe gaat dat eruit zien voor jullie? Nou ja, vooral dit jaar echte plannen ook in de praktijk gaan brengen. Afgelopen jaar heel veel over plannen gepraat. En nu moeten we ze ook gaan waarmaken. Vorig jaar geen nieuwjaarsreceptie, want geen geld. Nee, dat klopt. En nu wel. Ja, nee, het is natuurlijk ook in dat opzicht symbolisch. We zijn onder het financieel toezicht uit en dat is ook goed. Het is wel gelukkig allemaal sober, niet te wild. Maar het is ook belangrijk om het hele dorp uit te nodigen en wel mensen ook het nieuwjaar in te luiden. Ja. Wat zit er in de speech van de burgemeester? Ik heb geen idee. Ik ben heel benieuwd. Nou ja, ze had natuurlijk in het Financieel Dagblad de afgelopen week al een groot interview staan. Dus misschien meer van dat. En, ja, iets over zelfstandigheid. Wat wordt 2019 het jaar dat Voorschoten weer een kroonbenoemde burgemeester krijgt? Of gaat dat nog langer dan een jaar duren? Nou, dat hangt ook natuurlijk af van de commissaris van de Koning. Maar als het aan mij ligt, moet dat wel dit jaar rond zijn. Ja, dat zou toch zijn dat het lukt. Een beetje gas erop zou wel fijn zijn. Dus ik hoop wel dat we dit keer weer een kroonbenoemde burgemeester hebben. Leuke dingen in Voorschoten. Zeker, maar het is ook een leuk dorp, hè? Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Nog even in de rij staan? Ja, precies. Komt helemaal goed. Dankjewel. Mooi. Rio! Ja, en zo stuit de nieuwjaarsreceptie in Voorschoten. En dan heb je een aantal wethouders. Bijvoorbeeld wethouder Kees Wassenaar, die eerst in Leiden-Dorp zat. Maar nu wethouder is in Wassenaar. En ik zie hem hier staan, dus we lopen er even heen. Maar dit moet niet in een soort samen... Oh, wacht even. Nee. Nu komen daar... Nou ja, nou komt de televisie. Hoi. De beste wensen. Ja, gelukkig nieuwjaar. Jullie ook, hè? Ja. Voor de mensen... Goede voor het komende jaar. Ja. Op tv in Leiden-Dorp natuurlijk. Ja, nou ja, dat neem ik aan. Unity, hè, toch? Ja, duidelijk. En u wilde ermee stoppen, maar dat ging hem nog even niet worden, want u ging naar... Wassenaar. En u heet? Wassenaar. Is dat niet het leukste grapje? Dat is wel leuk. Iedereen vindt dat wel een beetje... Een pre, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Hè. Het gaat om de inhoud en om de betrokkenheid. Dus daar gaan we voor. U bent wethouder in Wassenaar. Nu op de nieuwjaarsreceptie in Voorschoten. Dat is wel een link tussen die twee dorpen, hè? Zeker. We hebben een gemeenschappelijke werkorganisatie. We hebben toch wel redelijk veel contacten. En de keuzes die gemaakt zijn als het gaat om de samenwerking in de regio... Dat vraagt eigenlijk om nog intensievere contacten, om dat goed met elkaar te regelen. Fusie gaat er niet komen? Nee, dat is wel duidelijk. En allebei een kroonbenoemde burgemeester. Dus niet alleen in Voorschoten, maar ook in Wassenaar valt straks wat te vieren. Ja, goed hè? Ja, daar is iedereen erg blij mee. Ja. Dat is lastig, waarnemend burgemeester, dat is eigenlijk een soort interim burgemeester, hè? Jawel, maar ook die zijn wel betrokken, hoor. Hè? Ja, nou, absoluut. Nee. Maar niet voor vast? Niet voor vast, en vast benoemde, kroonbenoemde burgemeester, dat betekent toch wel wat voor een gemeente. Ja. Ja. Nou krijgen er twee gemeenten, hopelijk dit jaar nog even een kroonbenoemde burgemeester. Ja, nou ja, ik heb begrepen dat het in Wassenaar in ieder geval voor 1 juli geregeld zou moeten zijn. Dus dat wordt hard werken voor de... Vertrouwenscommissie. Ja, en uiteindelijk voor de commissaris van de Koning natuurlijk. Uiteraard. Daar wordt de procedure voor gevolgd zoals moet. Ja. Ja. Dus binnenkort 2 nieuwe burgemeesters. 2 nieuwe burgemeesters en dan zien jullie er ook weer zeker. Uiteraard. Groetjes. De scouting is er ook. Nee, de scouting is er ook, zeker. Zeker. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gewoon sterk. Ja. En waarom? Waarom? Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk om je gezicht af te laten zien bij de gemeente. Je krijgt natuurlijk in bepaalde mate wel wat subsidie. En goed om te laten zien wat we hier doen voor Voorschoten. Ja, met een grote club, wat doen jullie in Voorschoten? Ja, we hebben ongeveer 150 kinderen hier. We leren ze zeilen, we leren ze EHBO, andere insignes. En het is vooral even plezier maken samen. Wat voor steun krijgen jullie vanuit de gemeente? Weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Moet je bij het bestuur zijn. Ja, wie is van het bestuur dan? Dit is het bestuur. Ik ben zelf leiding van de kleine kids. Jij mocht mee? Ik mocht mee, ja, als teamleider van een groep. Okay. Dus, maar je hebt de rest allemaal thuis gelaten? Nee, de bedoeling is dat de teamleiders en dan het bestuur even langskomen. Ik schuif even door naar het bestuur. Ja, is goed. En dan mag ik jou vast wel wat vragen? Ja, tuurlijk.
Wat voor steun krijgen jullie vanuit de gemeente? Wij krijgen een bescheiden bedrag aan subsidie elk jaar. En dat is voor dit jaar nog gelijk aan vorig jaar. Maar we kregen al een beetje een alarmerende brief. Ja. Dat misschien om met het oog op financiën. Dus wij, wij zullen alle wegen bewandelen om te kijken en ze te overtuigen hoe belangrijk het is dat er een vereniging zoals Leif Eriksson door kan blijven bestaan. Trouwens, wij zijn natuurlijk een hele gezonde club en we hebben enorm veel leden. Het is een hele mooie club met een vrij lange traditie, maar dat neemt niet weg dat we wel afhankelijk zijn natuurlijk van geldstromen, zal ik maar zeggen. Ja. En je kunt niet permitteren om allemaal de contributie zo hoog te maken dat het niet meer toegankelijk is voor iedereen. Want dat is natuurlijk toch ook de bedoeling. En maar we hebben een heel erg leuk team en het is ook wel weer grappig om hier te mogen zijn. En ook wat andere mensen trouwens te spreken hoor. Want Voorschoten is en blijft een dorp. Dus, Wij hebben dat hele verhaal met dat financiële plaatje ook al helemaal gevolgd. Ja. Maar het lijkt allemaal een beetje met een sisser te zijn afgelopen. Ja, minder geld, dat snap ik. Maar het zwembad blijft open. Het cultureel centrum zijn ze heel hard mee bezig. Hier en daar vallen wat subsidies weg. Dat is ook te overleven. Ja. Nou ja, ik denk dat ze in eerste instantie gewoon echt de alarmklokken moesten laten luiden. Omdat het natuurlijk helemaal de verkeerde kant op ging. Maar ik denk dat er zoveel toezeggingen of verplichtingen waren aangegaan. En uiteindelijk, als dan nog eens rustig wordt gekeken van, waar kunnen we nou echt in schrappen of wat moeten we niet de komende jaren doen? Dan blijkt het enigszins mee te vallen. Al moet ik wel zeggen dat voor verenigingen zoals Leif Eriksson, maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer in het dorp. Ik denk dat die best wel een beetje nerveus zijn over het teruglopende budget. Dat is gewoon toch, het is niet het levendeel, maar het is wel een belangrijke bron van inkomen. En we zullen het zien. En ik ben gewoon blij dat langzamerhand weer een beetje vertrouwen komt in de gemeente. Want ik weet wel, ik woon hier al vrij lang, dat ik zelf ook echt, ik was echt een beetje bozig. Ik dacht, hoe kan dat nou in zo'n rijk dorp, zal ik maar zeggen, met zoveel forensen, zoveel gebouwde huizen. Dat kan toch niet waar zijn dat het gewoon niet meer financieel goed gaat. Ik heb wel het idee dat er langzamerhand weer goede stappen vooruit worden gezet. Dus, ze hebben het weer op de rit. Ik denk het nog niet helemaal, maar ik heb wel het idee dat ze zo geschrokken zijn dat er nu wel op een andere manier gebudgeteerd en verplichtingen worden aangegaan. Dat denk ik echt wel. Heel goed, op zich. Op heel goed. Heel goed. Dankjewel. Rio! Meneer, u komt op de televisie. Kom ik op de televisie? Dat is gezellig, zeg. Dat is leuk. De nieuwjaarsreceptie in Voorschoten. Ja. Welke hoedanigheid bent u hier? Vanuit uzelf? Ik ben de voorzitter van de vereniging Ouderenbelang Voorschoten. Beste wensen, sowieso. Dankjewel, jullie ook de beste wensen. Hè, dat Unity TV het maar goed mag doen. Mooi om te horen. Daar gaan we hard voor werken. Oké. Wat doen jullie? Wij doen allerlei activiteiten. En een van die activiteiten zijn jullie de vorige keer ook bij geweest. Dat was het kerstdiner in de Gouden Leeuw. Ja, daar is deze cameraman. Ja, dat zie je niet. Oké. Herkent u hem? Ja. Ik heb de rond zien lopen toen. Er zijn toen ook wat shots gemaakt. De vicevoorzitter heb ik nog eventjes op de televisie gehad. En wat dat betreft leven jullie aardig mee. Een van de nieuwe activiteiten is bijvoorbeeld dat de Bridge Club uit het cultureel centrum naar ons toe is gekomen. We hebben een uitbreiding van onze activiteiten. Ook de biljartvereniging zal naar ons toe gaan komen. Dus wat dat betreft ziet het voor het komend jaar weer goed uit. En zal het ook het komend jaar weer heel wat nieuwe leden opleveren. Kijk, dat ledenaanwas komt een soort van vanzelf bij jullie. De ledenaanwas komt een beetje vanzelf bij jullie. Grotendeels wel. Maar daar moeten we ook wel wat voor doen. Ja, we hebben een heel breed aanbod aan activiteiten. Het varieert van kaartspelen tot zoosmiddag, tot reizen, tot computerlessen. Dat is belangrijk, hè, zo'n dorp? Heel belangrijk hier in het dorp. En dat merken we ook aan alles. Want ik moet zeggen dat we ook regelmatig om de tafel zitten met BMW. Om het een en ander voor te bereiden. We hebben pas een Jeu de Boelbaan gekregen in ons, vlak naast ons gebouw. En die Jeu de Boelbaan gaat ook eigenlijk vanuit onze vereniging een beetje gepusht worden. Er komen wat professionele spelers regelmatig daar wat dingen doen.
En dan kunnen de mensen daar een beetje voorbeeld krijgen van hoe het Jeu de Boel-spel gespeeld moet worden. Dus wat dat betreft krijgen we weer een heel druk jaar. Sjoerd van der Dol van de VVD, de grote partij in Voorschoten. Hoe gaat het? Ja, goed. We zijn bij 2019 is begonnen. En we gaan er een mooi politiek jaar van maken. Ik sprak Adriaan van D66 net. Die zegt, 2019 wordt wel het jaar dat we de plannen die gemaakt zijn kunnen gaan uitrollen. Dat is voor jullie als coalitiepartij wel een belangrijk ding, hè? Dat klopt. We hebben nu de afgelopen tijd nagedacht en een aantal plannen ingegeven. En nu moeten een aantal dingen gerealiseerd gaan worden. Ja. En plannen, ja, het idee wat we hebben, echt gaan uitwerken en vervolgens gaan uitvoeren. Ja. Klopt. Ik hoor hier om me heen dat jullie het goed doen. Ja, dat was voor mij om dat te zeggen natuurlijk, of we het goed doen of niet goed doen. Daarom zeg ik het. Ik doe een hele goede poging om dat inderdaad echt te doen. Inderdaad, iedereen ook in de raad erbij betrekken. De mensen, ja, gewoon elke stem, elk geluid inderdaad in ieder geval mee te nemen. En ik ben ook blij, toen we deze plannen presenteerden, was het ook zo dat er ook gewoon oppositiepartijen een positief geluid hoorden. Ik denk dat moeten we vasthouden. Ja. Hoe gaat die samenwerking binnen de raad? Goed, maar zoals ik al gewend ben in Voorschoten, dat gaat eigenlijk gewoon goed. Gemoedelijk. Want zelfs het zwembad moest dicht en er werd €6.000 per dag te veel uitgegeven. Jullie bleven allemaal rustig en we gaan dit oplossen. Ja, kijk, we zijn natuurlijk af en toe wel eens niet eens met elkaar. En dat kunnen we dan ook wel concluderen dat dat zo is en soms ook zo blijft. Maar we zijn wel bereid om goed naar elkaar te luisteren en nog eens een keer uit te leggen. En nou ja, dan toch met zoveel mogelijk mensen die zeggen van, waar kun je je wel achter scharen? Nou, dan passen we dat zo aan en dan gaan we het zo doen. Dat is wel wat we continu hier proberen en dat vind ik heel fijn. Wat gaat 2019 brengen? Toch wel een aantal belangrijke dingen. Een burgemeester? Even, ja? Ja, inderdaad. Het belangrijkste ding is dat we een komende burgemeester gaan krijgen. Dat gaat echt gebeuren dit jaar. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat is toch wel een beetje letterlijk de kroon op een aantal belangrijke dingen die we het afgelopen jaar gedaan hebben. Dus dat is heel goed voor het dorp. Voorschoten blijft Voorschoten. Wel een samenwerking en met Wassenaar en met de Leidse regio, maar wel een eigen burgemeester. Inderdaad, dat zeg je. Ja. De eerste keuze is naar de Leidse regio, daar gaan we fors mee samenwerken. Maar we zullen ook uiteraard wel met Wassenaar blijven samenwerken op een aantal andere gebieden. Het is en blijft onze buurgemeente, dus wat dat betreft, ja, klopt. De beste wensen, hè? Dankjewel, jij ook. Ja, en een mooi 2019. Nou, wat gaat 2019 brengen voor jou? Nou, ik hoop heel veel gezondheid en geluk en liefde. Nou, mijn knappe man loopt hier ook ergens rond, dus die gaat gelukkig altijd met me mee. Voor het dorp hoop ik dat het ons lukt om het dorp weer drijvend te krijgen. Hè. De begroting is vastgesteld, maar bevat wel heel veel moeilijke maatregelen die we nog moeten nemen. Nou, het is mooi dat de commissaris heeft gezegd, jullie krijgen weer een kroon de burger. Ja, dat is toch een yes-moment? Echt een yes-moment. Maar een hoop lastige dingen moeten we nog doen. Nou, met name op mijn dossier. Vind ik het echt nog een uitdaging om de jeugdzorg voor de toekomst goed te organiseren. Wij zijn bezig met het opzetten van de brede welzijnsorganisatie, dus dat wordt een klus. Wat ik heel mooi vind als dat lukt, is dat het ons lukt om de bibliotheek en het cultureel centrum te integreren op één locatie. En dat is één van die dingen waarvan we hebben gezegd, we moeten in Voorschoten kijken of we een aantal dingen wat slimmer kunnen combineren. Dat is daar een heel goed voorbeeld van. En die nieuwe economische agenda, hè, want de boel moet wel bruisen. Ja, we hebben gelegenheid nodig. Waar ik wel een beetje van schrok, ja? 14% heeft maar vertrouwen in jullie. 14% van de Voorschotenaren, dat is toch weinig? Nou, maar dat begrijp ik wel. Er is een hoop gebeurd de afgelopen jaren. Het goede nieuws is, in dezelfde peiling hebben mensen wel heel veel lof gesproken over het dorp. De kwaliteit van wonen hier, er is veel groen. We hebben een mooi winkelcentrum. Het is hier goed ondernemen, we liggen op een prachtige plek in de Randstad. Alleen ja, de kwaliteit van besturen moet omhoog. En daarvoor hebben we ook tegen elkaar gezegd. We hebben ontdekt dat je om zelfstandig te blijven, er is maar één recept voor, dat is de boel op orde hebben. Dus je financiën moeten gezond zijn en je moet bestuurskrachtig zijn. We moeten een sluitende begroting hebben en we moeten weg uit die enorme weerwar van gemeentelijke samenwerkingen. Met Leidschendam, met Wassenaar, met Leiden, met iedereen. Zoeterwoude, Zoeterwoude gaat heel goed, maar we zitten ook bijvoorbeeld in de arbeidsmarktregio met Zoetermeer. Nou, dat... Weet je hoe ver dat rijden is? Dat is best ver. En dat gaat, want wij werken heel goed samen in die gemeente, maar het is natuurlijk niet gezond voor Voorschoten om aan al die tafels een beetje te zitten, want ja, dan zit je eigenlijk nergens aan tafel.
En wij hebben gezegd, we moeten onze zaken die bovenlokaal zijn op één plek aan één tafel organiseren. En dat doen we het liefst in de Leidse regio. Met Oegstgeest, met Leidendorp, met Zoeterwoude en met Leiden. 2016 was het jaar van het geld is op. 2017 was het jaar van 2018 was het jaar van verkiezingen. 2019 wordt het jaar dat jullie weer door gaan pakken. Bouwen. Woningen bouwen voor jongeren en voor senioren. In ieder geval de plannen daarvoor maken. Ervoor zorgen dat we echt een paar hele goede oplossingen realiseren. Dus echt bouwen de toekomst van Voorschoten. Ik zal je één ding vertellen. In deze regio komen we tot 2040 krijgen we nog een bevolkingsgroei van 10%. Economische groei enorm veel. Verkeersdruk krijgen we nog. Dat betekent meer woningen, meer ruimte voor bedrijvigheid. Zorgen dat we kunnen bewegen. En al die veranderingen moeten we zo'n plekje geven dat als je in 2050 dit dorp binnenrijdt, dat je denkt, hé, ik herken Voorschoten nog. En daarvoor moeten we een beetje eigen regie houden. En dan Menno Kromer noemde de burgemeester. Absoluut. Ik weet niet waar ze is, maar die jullie nu hebben. Ja, die vinden we wel heel erg leuk. Zij vindt het ook leuk. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ze wil het niet zeggen. En we gaan niet op de toekomst vooruit lopen. Maar ik hoop dat ze gaat solliciteren, want ik vind het een ontzettend toffe burgemeester. Dan weet je het. Rio! Hallo. Dag, meneer Kramwinkel. Ja, goeiedag. De beste wensen voor 2019. Ja, jullie ook natuurlijk. Ja. We gaan er een leuk jaar van maken. En jullie in Voorschoten ook, toch? Ja, zeker. We hebben allerlei plannen, zoals je weet. En we komen met een woonvisie. We komen met een nieuw subsidiestelsel. We gaan nieuwe afspraken met de sportverenigingen maken. Dus er staat een heleboel op stapel. Was 2016 het jaar financiële rampjaar? Of 2017? 2018 was het verkiezingsjaar. 2019 wordt het jaar waarin jullie weer herreizen uit het as. Ja, zo kan je het wel een beetje zien. Ik hoop dat we dat voor elkaar krijgen. En een bewijs dat dat zo is, is het feit dat de commissaris nu heeft gezegd, jullie krijgen weer een eigen burgemeester. Ik hoor dat dus de hele tijd hier. Ja. Die heeft er ook vertrouwen in dat het weer de goede kant uit gaat. En dat is gewoon een goede zaak. Nou, hebben jullie een fantastisch waarnemend burgemeester? Ja, zeker. Ja. En, je hebt heel gehoord wat ze gezegd heeft. Ik heb gehoord wat ze gezegd heeft, dat laten we even zien. Ik wachtte door de gemeenteraad op te stellen profielschets af. Om vanuit daar te bepalen of deze past bij mij. En tot dan blijf ik met veel plezier uw burgemeester. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, ik zou het leuk vinden als ze blijft. Maar ze moet haar eigen afweging goed maken natuurlijk. Of inderdaad het profiel en zij goed bij elkaar passen. Ja. Maar ze doet het hartstikke goed. Vinden wij ook. Ja. Wat gaat er nog? Wat is het belangrijkste naast die burgemeester in Voorschoten wat er gaat gebeuren op uw portefeuillegebied? Op mijn terrein, dat is natuurlijk de financiën. Dat is een paar keer genoemd ook. We moeten zorgen dat we goed binnen de marges blijven opereren. Ja. Dat we niet te veel geld uitgeven. Maar we moeten de boel ook niet op slot zetten. Daarom hebben we ook een nota geschreven over schuldbeheersing. Om te kijken hoeveel kunnen we ons nu permitteren. En daar is de hele raad achter gaan staan. Dus als we dadelijk gaan voetballen om alle claims te bespreken, dan weten we nogal wat de spelregels zijn. Ja. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Komende jaar is ook belangrijk de woonvisie. Waarin we gaan uitleggen waar we wat willen bouwen voor welke groepen. Met name voor de jongeren en voor de ouderen. En ik hoop dat we op die manier ook een stuk doorstroming gaan realiseren in het dorp. Wonen zit op slot, hè, in de hele regio. Ja, de woningen zijn te duur op dit moment, dus jongeren trekken weg. Die tendens moeten we keren. En we moeten inspelen op de vergrijzing. Want onze bevolking wordt steeds ouder. Je kan het bij mij ook zien. En dan is het belangrijk dat we aangepaste woningen ook gaan creëren. En daar werken we hard aan om dat voor elkaar te krijgen. 2019 wordt een jaar met vooruitgang. Ja, en er is nog een belangrijk punt, zit in mijn portefeuille. Het inspelen op de energie- en klimaatagenda is natuurlijk heel belangrijk. Hè, de energiebesparing bij je thuis, de zonnepanelen. En natuurlijk goed zorgen voor elkaar. De hele welzijnsagenda van Nanning Mol. Maar daar hebben jullie vast helemaal over bevraagd. Uiteraard, ja. Maar ik vind dat zelf ook een hele belangrijke zaak. En natuurlijk de relaties met Leiden verder ontwikkelen. De Leidse regio. Daar ben ik ook coördinerend wethouder voor. En daar willen we wat moois van maken. Kijk, wordt een mooi jaar. Ja, prima. Proost. Ik heb geen. En jullie houden ons goed scherp, dus daar zien we naar uit. We doen ons best. Ja, dankjewel. Rudo! Je zit in het programma Rudo. Oh, wat gezellig.
gezellig. Alleen Rudo is er niet. Nee, die mis ik ook. Ja. Want die heb ik hier wel vaker gezien op recepties. Dus ja. Ik ben zijn vervanger. Nou, prima. Wethouder Lamers? Ja. 2019, wat gaat dat brengen? 2019 gaat brengen ja, dat we allerlei uitdagingen aangaan eigenlijk in dit dorp. Daar gaan we hard aan werken om die goed ja, tot een goed resultaat te brengen. En ja, prettige samenwerking binnen het college, binnen de raad, met de burgers, met de ambtenaren. Ja, ik verwacht wel veel mooie dingen. Ik verwacht ook hard werken, want we hebben heel wat uitdagingen aan te gaan. Maar dat, dat zal ook wel het mooie naar boven brengen, denk ik. Ja. Nou, terwijl iedereen in het gemeentehuis nog even lekker aan het borrel is, ga ik je even mijn speech houden. En Geintje, dit was de aflevering van Rudo voor deze week. En volgende week dan, zal Rudo er wel weer zijn. Waar die dan is, dat is nog maar de vraag. Heb je zelf een suggestie? Wil je Rudo een keertje uitnodigen? Stuur hem dan een mailtje. Rudo@unity.nu. Graag tot volgende week.